Waarom Wereld Alzheimerdag? Dat is een wereldwijde themadag om de aandacht te vestigen op Alzheimer, eigenlijk op alle vormen van dementie. En waarom? Dementie komt heel veel voor. Ik nog zo lang doorwerken, Stine? Ja, waarom niet? Omdat je al best oud bent. Verdwijnt geld. Ik weet zeker dat ik alles op de bank heb gezet. Hoog van mij. Wat ging ik dan ook weer doen? De meeste mensen die weten niet dat er wel 280.000 mensen zijn in Nederland met een dementie. En dementie komt steeds meer voor. De kans om dementie te krijgen is voor mannen op dit moment al 1 op 5 en voor vrouwen 1 op 3. Dus dat is heel erg veel. Dementie is een hele ernstige ziekte. Ik zal even kort uitleggen wat dementie is. Bij dementie is er eigenlijk sprake van, zoals men zegt, een haperend brein. Dus het brein doet niet meer wat het eigenlijk zou moeten doen. En allemaal dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, die gaan dan niet meer. Je geheugen laat je in de steek. Je gaat naar de keuken om iets te doen en je bent daar en je weet het niet meer. En dat meerdere keren per dag. Maar dit, dat je... Oma moet gewoon een beetje voor zich laten zorgen. Door mij. Je kunt je niet meer goed uitdrukken. Je kunt je niet meer verstaanbaar maken. Je begrijpt niet meer wat er gezegd wordt. Je kunt de dingen niet meer doen. En je gedrag verandert. En daardoor word je afhankelijk van anderen. Van je mantelzorgers. En vooral als je met een partner samenwoont, dan is die partner daar heel erg zwaar voor belast. Ze zeggen vaak dat degene die dementie heeft, is niet de enige die lijdt. Nee, de omgeving lijdt mee en vaak lijdt de omgeving meer dan degene die dementie heeft. En vooral deze laatste periode, de coronaperiode, is voor mensen met een dementie en voor hun mantelzorgers heel erg zwaar geweest. En waarom eigenlijk? Omdat ze helemaal alleen kwamen te staan. Voor corona gingen mensen met een dementie naar de dagopvang, kwam er thuiszorg, was er bezoek, de kinderen kwamen langs, de kinderen konden de mantelzorgers ontlasten en van het een op het andere moment is dat allemaal gestopt. Dus de mantelzorgers van mensen met een dementie, die waren nog zwaarder belast dan ze daarvoorheen al waren. En je hoort dus ook dat de mensen met dementie dan ook achteruit gegaan zijn. Er zijn heel veel grote problemen geweest. En daar willen we op Wereld Alzheimerdag aandacht aan besteden. Dat hebben we eigenlijk elk jaar gedaan. We deden dat om leuke dingen te doen voor mantelzorgers en mensen met een dementie. Andere jaren hadden we altijd de bootreis. Gingen we met 50 mensen met dementie en hun mantelzorgers met de boot naar Zaanse Schans en terug. Maar helaas kan dat niet. Je zit op de boot te dicht bij elkaar. Dus we hebben gezocht naar wat alternatief. En we zijn heel blij dat we vandaag met medewerking van Cineworld de film Kapsalon Romy kunnen vertonen. Waarom de film Kapsalon Romy? Omdat hij heel mooi in beeld brengt wat het betekent in de relatie tussen een grootmoeder en een kleindochter, dat de grootmoeder dementie krijgt. Wilt u meer informatie krijgen, dan kunt u dat op internet vinden op de site van Alzheimer Nederland en op de site dementie.nl. En via de site van Alzheimer Nederland kunt u ook kijken op de site van onze afdeling. En daar zijn ook de activiteiten van onze afdeling worden daar vermeld.